zond juster is Ultje Hosper, de oud-directeur van het Fryske Gea, de nagelnije voorzitter van de FNP. Voor de komende gemeenteverkiezings smiet hij dadelijk de kneppel in het hinnenhok. Friesland moet een autonome provincie worden, want Den Haag liet Friesland bongelen. Zoals bijvoorbeeld het onderwijs, de paarse, de omroep, de zwaarig, de jeugdzwaarig. Ja, dat kan beter naar een aardig schaal zetten in de provincie. Zoals in de provincie op een platteland is, maar dat ingerjocht te worden, dat kent dus nog net. Dat de provincie meer voeg krijgt, zij is maar om dat zelf ingerjocht te worden. Neffens Hosper is de nieuwe koers van de FNP niet zakelijk, omdat de landelijke partijen in Friesland het hield iets vaker aan witte litten in Den Haag. Als er op een gegeven moment een regeringsverklaring komt, werd instiert dat Friesland opheven wordt, dan jij de Partij van Arbeid in Friesland, jij en net. En nou is de Sunsjezoon, komen ze een beetje. En dan denken ze van Aatsel nog wat mooi vallen, eerst die oren provincies maar. En later komen ze hier als een taal en dan komen ze nog genoeg zwerigheden zien. Zie je er dus direct bovenop maten. Doch kan ik Hosper net ontkennen dat de nieuwe FNP-koers ek te krijgen had met de komende gemeente- en provinciale verkiezings. En als wij dus zo sterk mogelijk in die gemeenten en in de provincie willen, dan zullen we dus dan wel eens werden. Dan bepalen we dan wel wanneer dat we naar Den Haag gaan. Dus dit loert is eens een verkiezingsstunt? Het is een verkiezingsstunt. Het is vooral wat het kabinet die het injoen. Als het kabinet dus komt, maar van we willen naar gemeenten maar meer dan 100.000 inwoners. En Friesland wordt opheven, ja, daar maak je wel gebruik van.